Sjoerdarts, tweede wedstrijd achter elkaar, 0-0. Scoren gaat moeilijk in Zwolle op het moment. Ja, dat klopt. Als je eerst zelf ook ziet, gewoon 4, 5, 6, 100% kansen krijgt. En dan moet je er eentje van maken en dan is het een gespeelde wedstrijd, denk ik. Alleen ja, goed, die goal die blijft weer achterwege. En dan zie je dat dit soort ploeg ook de strijdlust blijven houden tot op het eind. En willen blijven klokken voor zo'n puntje. Ja, goed, je moet zelf veel eerder afmaken. En dat was vorige week ook al het geval. En goed, en dan laat je in 2 weken tijd 4 hele dure punten liggen. Ja, heb ik hem vorige week niet gezien, maar toen las ik iets meer over de handbalverdediging. Stug verdedigende ploeg, kunnen we toch vandaag niet zeggen, want RBC heeft ook best kansen gehad. Jawel, maar ja, dat was wel vooral vanuit de counter. En dat we niet de intentie hadden om te voetballen vandaag. En dat is op zich ook niet erg, dat begrijp ik ook. Alleen, goed, net wat ik zeg, deze week hadden we echt meer kansen nog als vorige week. En dan moet er gewoon eentje van in, simpel zat. Ja, zeker in de eerste helft waren er een flink aantal kansen. Toen was Zwolle ook de overheersende ploeg. En dan is het toch steeds lastig als er niet gescoord wordt. Nou ja, je ziet daar eerst zelf nog wel redelijk voetbal. En toch net wat ik zeg, 4, 5, 6 goede kansen bij in voetbal. Alleen ja, naarmate zo'n tweede helft voor het zie je dat we een beetje geforceerd op zoek gaan naar het doelpunt. En dan wordt het voor hun alleen nog wel makkelijker verdedigen. Er zijn nog 6 wedstrijden en ik weet niet wat RKC heeft gemaakt, gaan we vanuit die gewoon gewonnen hebben. Dus dan volgens mij nog 5 punten voor en we krijgen hun nog thuis. Dus er is op zich nog niks gebeurd, alleen we moeten wel weer zien dat we die kansen gaan maken en weer punten gaan pakken. Ja, de flow moet weer de andere kant op, dat er weer wat punten komen, want dan dat speelt het ook makkelijker. Nou ja, goed, je ziet ook dat op een gegeven moment, wat onzekerheid, maar je ziet wel dat het voetballend dan ook wat minder gaat op het moment dat even... Even tegen zitten en het wil allemaal niet. En dan is net wat je zegt. Die flow moet weer een klein beetje terugkomen. Je moet even een keer een doelpuntje maken. En dan moet ik zeggen dat vandaag die doelman Christian er ook een paar goed uithield. Ja, hij pakte die ballen ook goed. En een paar ballen schieten we gewoon slecht in. En goed. Het is gewoon echt kloten dat we hier vandaag weer niet winnen. Maar geen man overboord, want je zegt al, nog 5 punten voor. RKC komt hier nog, maar er zijn nog een paar wedstrijden te spelen. Nee, ja, dat is inderdaad. We hebben 5 punten voor nog. En we moeten nou niet gaan doemdenken en alles zeggen dat alles slecht is. Want je ziet hoeveel kansen we toch nog gewoon creëren. Alleen het enige euvel is dat ze er op het moment even niet ingaan. Zolang we die kansen blijven creëren, ga ik er ook wel vanuit dat wij de wedstrijd ook weer gaan winnen. Goed, daar gaan we vanuit en zeker volgende week tegen Telstar. Ja, moet. Oké, bedankt. Ja. Art Langerer, jammer dat je het thuispubliek niet kunt vermaken in de laatste 2 wedstrijden met doelpunten. Nou, gelukkig zeg je dat laatste erbij, want volgens mij hebben we qua spel het publiek prima vermaakt. Ja, zeker in de eerste helft, want toen was Zwolle duidelijk de bovenliggende ploeg. Ja, maar ik vind dat we prima gespeeld hebben de eerste helft. In 6-7 enorme kansen bij elkaar gevoetbald hebben. Los van de misschien wel 10 mogelijkheden tot een kans. Maar je kan jezelf natuurlijk enorm verwijt maken dat je geen goal maakt. Ja, want Danny en Sjoerd kwamen een keer alleen over het doel af. En maken het dan net niet af. Wat in het begin van het seizoen wel lukte, lukt nu niet. Ja, 2 weken geleden lukte het ook nog prima. Dus zo erg is het ook niet. Alleen in deze wedstrijd lukt het niet, dat ben ik met je eens. Ja, en dan de tweede helft. RBC kwam goed uit de startblokken. De eerste 10 minuten waren voor RBC. Daarna kwam FC Zwolle en was het bij RBC gewoon ballen weg en proberen die nul te houden. Ja, klopt. En dan is het moeilijk voetballen voor FC Zwolle. Ja, ik denk voor elk team. Dus dan moet je nog geconcentreerder zijn. En dan heb je een aantal ballen die je dan binnen kan schieten. Maar waar dan altijd een been voor zit of een keeper of wat dan ook. Dus dat is gebeurd. Ja, want het was vol in die 16. En dan heb je wel Yannick Wildschut op links die meekomt en het veld breed houdt. Maar toch als RBC met zijn 11 in die 16 meter staat, is het moeilijk. Ja, het is moeilijk om daar dan een gaatje tussen te vinden waar de bal in het net gaat. En dat is inderdaad in een hele hoop wedstrijden goed gelukt. Maar goed, je merkt nu ook dat tegenstanders als ze hier komen geen enkele moeite meer doen om zelf vooruit te spelen. Maar ze gewoon maximaal in laten inzakken. En dat is een goede tactiek gebleken de laatste 2 weken. Ja, maar dat zullen de tegenstanders die nog moeten komen ook gaan zien. Dus die zullen zich ook zo gaan instellen. Ja. Dus daar zal nog wel op gevonden moeten worden door Art Langer en zijn mannen. Ja, maar goed, daar zijn we ook het hele seizoen al druk mee bezig. Om alle omstandigheden iets te vinden waardoor we toch kunnen winnen. En dat gaat gebeuren volgende week in IJmuiden? Ja, over 2 weken. Volgende week is een week niet. Maar over 2 weken uit in Velsen, dan zullen we zien hoe het dan gaat. Ja, hoe gaan die 2 weken benut worden? Wordt er nog geoefend, een oefenwedstrijd gepland?
Vrijdag spelen we bij SV Zwolle. Dinsdag komt CSV Apeldoorn hier. Dus we hebben twee wedstrijden in deze week waarin we weer wat kunnen oefenen. Ja, want valt me ook vaste patronen gaat wat moeilijker. We hebben wel eens gezien dat een vrije trap prachtig erin ging. Maar ook daar lijkt de tegenstander zich op naar gekeken te hebben. En weten dat er eerst iemand overstapt en de tweede man vaak de bal neemt. Ja, maar goed, ik heb voldoende patronen gezien vandaag hoor, die uitstekend gespeeld zijn. Dus alle aanvalspatronen die we hadden, daar was helemaal niks mis mee. Alleen het moeilijkste van het voetbal is scoren en dat is niet gelukt. Nee, maar dat gaat de komende wedstrijden wel lukken, want het wordt zo langzamerhand een beetje spannend. Het is het hele seizoen al spannend en het zal het ook blijven tot de laatste wedstrijd, denk ik. Dus uiteraard zullen we vanzelf weer een keer een goal gaan maken. Nou, daar gaan we meemerken. Bedankt. Yes, graag gedaan.